Het is niet uit te leggen. Extreme vermoeidheid en grenzeloze lusteloosheid. Iedere schildklierpatiënt herkent dit. Schildklierorganisatie Nederland is dé landelijke patiëntenorganisatie voor mensen met een schildklieraandoening. De schildklier is van vorm net een vlinder. Hij zit boven het kuiltje in je hals. De schildklier maakt hormonen aan die in bijna alle organen een rol spelen. Maakt de schildklier te veel of te weinig hormonen aan? Het kan levensbedreigend zijn. En je zult dit probleem meestal je hele leven lang houden. Met ruim 30 jaar ervaring in huis denken wij vanuit de patiënt en proberen zo goed mogelijk een steun in de rug te zijn. In Nederland hebben ongeveer 1 miljoen mensen schildklierklachten. Dat is bijna net zoveel als het aantal inwoners van Amsterdam. De helft van deze mensen weet niet dat de schildklier de oorzaak van hun klachten is. Er is veel te vinden op internet, maar hoe vind je nu betrouwbare informatie en kun je op een veilige manier ervaringen met elkaar delen? Dankzij SOM zijn de informatie- en contactbijeenkomsten landelijk, fysiek en online. Heb je een vraag? Bel de schildkliertelefoon. Wil je ervaringen delen? Doe dat in de besloten Facebookgroep. In ons magazine Schild lees je alles over de nieuwste ontwikkelingen. We delen verhalen van andere mensen en je krijgt hele handige tips. Patiëntenorganisaties zoals SON vind ik belangrijk. Toen ik schildklierkanker kreeg, haalde ik mijn informatie van de website van SON. Ik heb heel veel gehad aan de besloten Facebookgroep. En ik heb me geabonneerd op het magazine Schild. Dankzij SON ontdekte ik dat er meer waren zoals ik. Wij bewaken continu dat de zorg voor mensen met een schildklieraandoening goed is geregeld. Regelmatig hebben we gesprekken met ministeries, apothekers, farmaceuten, zorgverzekeraars, behandelaars en andere maatschappelijke organisaties. SOM stimuleert wetenschappelijk onderzoek voor een betere behandeling en zorg voor mensen met een schildklieraandoening. Focus is nu zorgen dat ongevraagd wisselen van medicijnen stopt en dat er een eind komt aan medicijntekorten. We zetten ons in voor Amanda, Jeroen, Naomi en vele anderen met een schildklierziekte, zodat ze een voldaan leven kunnen leiden en hun dromen waarmaken.